Francesca, fijn dat we welkom zijn bij jou op het werk. Wat doe jij hier? Nou, van harte welkom aan boord van de Zijne Majesteit van de Pelikaan. Dat is een van de eenheden waar ik hier ook werkzaam voor ben. Het schip wordt regelmatig ingezet in het Caribisch gebied. En dus op dit moment ligt het in onderhoud. En ik ben er ook voor deze mensen van deze eenheid. En wat doe je voor deze mensen als je gevraagd wordt vanuit de geestelijke verzorging? Het is vooral het idee van het presentiepastoraat, dus aanwezig zijn daar waar de militairen zijn. In het geval van Curaçao geldt het ook dat je er bent voor de gezinnen en de kinderen van de militairen. We gaan mee op oefening, we hebben gesprekken en op speciale momenten in het mensenleven zijn we dicht bij de mensen aanwezig. Bijvoorbeeld wanneer een kindje wordt gedoopt of wanneer iemand in het huwelijk treedt, maar ook bij herdenkingen of bij een uitvaart. Dat kan ook gebeuren. En ben jij ook belangrijk voor de viering van de zondag? Ja, we hebben op Curaçao regelmatig kerkdiensten met de militairen, met lokaal personeel, met de veteranen. Dat is op de eerste zondag van de maand altijd en op de derde zondag van de maand. En dan vieren wij met een grote gemeenschap een ecumenische kerkdienst. En jij hebt bij ons theologie gestudeerd. Als je nou terugkijkt op je studie vanuit je werkveld, waar ben je dan eigenlijk het meeste dankbaar voor? Dat vind ik wel een interessante vraag. Ik ben altijd heel erg blij dat door de studie, maar ook door mijn werk, mag ik op hele bijzondere plaatsen komen, overal over de hele wereld. Maar ook heel dicht bij de mensen. En dat heeft ook te maken met mijn beroep, maar daar ben ik voor uitgerust bij de studie theologie. Om dicht bij mensen te zijn wanneer het nodig is. En dat vind ik echt wel heel bijzonder. Fijn, dankjewel. Alles goed. Dankjewel.